Nu we de uitdijing van het heelal gemeten hebben, laten we nu eens een stap terug doen en ons afvragen wat dit nu eigenlijk betekent voor ons beeld van het heelal. Wij zijn natuurlijk niet de eerste die die een beeld van het heelal probeert te maken, ook niet de eerste fysici. Isaac Newton vroeg zich al af hoe het heelal fysisch in elkaar zat. Newton was een zeer diepe denker en de ontdekker van de zwaartekracht, onder andere. En Newton realiseerde zich dat alles in het heelal onderhevig is aan zwaartekracht en elkaar aantrekt. En dat betekent dus, als alles elkaar aantrekt, dat alles de neiging zal hebben om naar elkaar toe te komen en uiteindelijk in te storten. En hij beschouwde dat als een probleem en had daar een oplossing voor, waarmee dat probleem ondervangen kon worden. En hij vereiste daarvoor iets wat we tegenwoordig het perfecte kosmologische principe noemen. Namelijk dat het heelal aan de volgende voorwaarden voldoet. Het is homogeen, isotroop, ik zal die termen zo uitleggen, oneindig groot en het heeft geen centrum. Laat ik met de simpele zaken beginnen. Het is oneindig groot, geen einde, hoe verder je zult nooit bij het einde komen. Geen centrum, dus ook geen plaats die de voorkeur heeft boven anderen. Homogeen en isotroop, daar kom ik direct op. Dit zijn de eigenschappen van de ruimte. En hij stelde ook eisen aan de tijd. Dus het heelal is niet alleen oneindig in de ruimte, maar het is ook oneindig in de tijd. Het is er altijd geweest en het zal altijd blijven bestaan in het wereldbeeld van Newton. En deze eisen stelde hij om te voorkomen dat het heelal onder de zwaartekracht zou instorten. Dus Newton was echt een diepe denker dat hij zich dit afvroeg. Ik zal die termen isotroop en homogeen, homogeen is waarschijnlijk wel bekend, isotroop is iets minder bekend, dus het is belangrijk om die term even uit te leggen, omdat ook ons huidige beeld van het heelal daar nog gebruik van maakt. We zeggen dat het heelal is isotroop, dat betekent dat het in iedere richting hetzelfde eruit ziet. Dus als je hier in het midden gaat staan, en het maakt niet uit welke richting je uitkijkt, je ziet altijd hetzelfde. Dat is een isotroop heelal. En dat betekent dus dat het heelal geen voorkeursrichting heeft. Dus als ik bijvoorbeeld als ik een lichtstraal die kant afvuur, of ik vuur hem die kant af, dan heeft die lichtstraal dezelfde snelheid. Dat is isotroop. En een homogeen heelal is een heelal waarvan de gemiddelde eigenschappen voor iedere waarnemer op iedere plaats hetzelfde zijn. En dat is hier geïllustreerd. Dat gaat niet om de detail-eigenschappen, de gemiddelde eigenschappen. Dus als je middelt over een stukje oppervlak hier, dan heb je dezelfde eigenschappen dan als je middelt over een stukje oppervlak hier. Dus een isotroop en homogeen heelal is nog steeds waar we van uitgaan.